Dit is nieuwsuitzending nummer 182 en dat is een boekbespreking die ik houd samen met Jurk Gliesman uit België. En dat is een boekbespreking van het boek Rulers of Evil, geschreven door Frederik Tupper Saucy. En daarvan is het de 13e aflevering. En nu mag Jurk even gedag zeggen tegen jullie. Dag Jurk! Dag Perry. Ja. Het is een tijdje geleden dat wij elkaar nog met dit boek bezig geweest zijn. Ik denk week of twee zeker. Zoiets ongeveer. Ik kan het nazoeken, maar dat is niet zo belangrijk. Ja. Belangrijk is dat we het afmaken. Ik heb ondertussen weer veel andere dingen gaan beginnen. En... Aha. Ach, ik ben een nieuw boek beginnen gaan lezen. Ook online. Mm-hmm. Oh. History of the Inquisition noemt het. Ja, ja. Daar heb ik stukjes van gehoord, ja. En het, ik heb het op mijn tweede kanaal, de eerste deel, opgeladen. Op mijn eerste kanaal heb ik zoveel om op te laden. Ik kom daar niet toe. Ik zal een keer zien of dat lukt. Mm-hmm. Dat is in elk geval een boek van een Nederlander. Ja, nu het zegt ja. Van Limburg noemt hij. Ja, van Limburg. Ja, ik dacht wel, dat lijkt Nederland. Het is echt een Nederlander dus. Ah. Dat is een Nederlander, ja. Die heeft dat boek geschreven in 1692. Mm. En heeft het gewijd aan koningin Mary II, die getrouwd was met Willem van Oranje. Ja, want Mary I, die heette wel Bloedige Marie? Bloody Mary, ja, maar dat is een andere. Mary II is een andere. Die Mary II, dat was een protestantse dus. Ja, ja, dat was een protestantse. Mary I was van het huis van de Stuarts. Ja. Bloeddorstige vampieren. Ja. Ja, ja. Trouwens dezelfde familie van die Bush afkomstig is in de Verenigde Staten van Amerika. Oké. Okay. Zijn voorgangers zijn Stuarts. Vertel je mij wat nieuws. Ja. Ja. Dat is elke dag dat je niet hier iets nieuws moet bijleren. Hè? Ja. En dus, Dine Limborg, die heeft in 1692 dat boek geschreven, een historie van de Inquisitie. Oh. En dat is in 1731 verschenen in het Engels vertaald van Samuel Chandler. En dat heeft op zijn pdf kleine 400-tal bladzijden. Dus, dat wordt eventjes nog een keer doorwerken. Maar ik ben daar eventjes mee gestopt, want ik dacht van ik kan dat boek zonder voorbereiding gaan lezen. En dat gaat hier en daar ook. Maar ik ben juist in de inleiding nu op een stukje gestoot waar dat wij spreken over het Concilie van Nicea in 325. Mhm. En daar werd ja de drie-enigheidsleer ingevoerd. Ja. En dat was te zwaar. Om het zo te lezen, dat moet ik nog een keer of twee eerst voor mezelf gaan lezen, voor ik het kan opnemen. Dus ik daar een beetje terug, want ik wilde dan eigenlijk rap doorgaan door dat boek. Maar, lukt niet echt. Nee, maar dit wordt ook nog een heel werk hoor, vriend. Wij zijn ook nog niet klaar. Ik zat vandaag nog even te luisteren naar een bespreking van hoofdstuk 24 van dit boek. De titel heb ik nu niet even zo voor handen, maar dat is een heel erg interessant. Het teken van Kain. Ja, yep, dat was hem. Ja. Dat is hoofdstuk 24. Precies, ja. En we zitten pas in hoofdstuk 6 volgens mij, denk ik. Ik weet niet waar we zitten. Ik weet precies waar we zitten, want ik heb dit eventjes van tevoren natuurlijk vandaag alles weer. Ah ja, je moest je voorbereiden ook. Ik doe gewoon dat boekje open waar je zegt van daar moeten we. Ja. Ah ja, The Epitome of Christian Values. Daar precies, laten we daar oppakken. Die discussie over wat epitome betekent. Precies, ja. Ik zeg, dat is de bakenmat, de top van. Ja. De bakenmat van de christelijke waarde. Exact. En dan zal ik even dat laatste stukje erbij pakken, want we hadden het over de tempeliers. En dat daar dus een Bernard was. En even kijken welke Bernard dat was. Waren we al op pagina 60 in de pdf? Of, Even kijken, van de pdf, dat is voor jou het makkelijkste. Hè? Even kijken, van de pdf is dit... Ja, in het boek is het 37. Ja. En dan van de pdf 59. Zo is het. Waar het tekeningetje is van Troje. Ja, van die kurk. Ja. Bij wijze van spreken. Waar ik gezegd heb dat dan eerder een aftekening van een stukje van de phallus zal zijn. Ja, want in die tijd hadden ze nog geen champagne. Dat zei er toen expliciet bij. Ja. En het is jou ook zo
dat overal ter wereld we die, excuseer, wij die obelisken tegenkomen, die ja ook niks anders zijn als een fallossymbool. Ja. En dus hier dat een Troje op die manier te maken, lijkt me dan ergens logisch, want tenslotte spreken we ja hier over een centrum van de leermethode, van de nieuwe Medici-leermethode, ne? Exact. Okay, dan, dus ja, mij logischer als dat hier, bij wijze van spreken, een stuk van een phallus moet voorstellen in plaats van een champagnekurk. Ja, dat lijkt me ook. Ik denk dat dat een terechte analyse is. Dan wat we de laatste keer nog hebben doorgenomen, hoe dus die laatste zin van die alinea onder het plaatje, die eindigt met dat alle geïnitieerden hun eigendommen moesten overdragen. En als ze de orde willen binnengaan, dan moesten ze afstand doen van al hun eigendom. Dat zeg ik toch goed? Ik weet niet, je hebt het over die laatste zin. Ja, in het Engels is het over and above. Which inspired noblemen throughout England, Scotland, Flanders, Spain and Portugal to shower the Templars with donations of land and money. Ja. Nee, dat is niet van dat ze dat moesten, dat is dat die nobele mensen, bij wijze van spreken, die van Adelsafkomst, geïnspireerd werden. Door de alle plaatsen heen, Engeland, Schotland, Vlaanderen, Spanje en Portugal, ja, om de Tempeliers te overschudden met donaties van land en geld. Dus dat werd hun zelf niet afgedwongen, ze geven het vrijwillig, die idioten. Ja, en dan staat er ook nog, over and above the properties required of all initiates upon joining the order. En ja, het laatste dus stukje boven, is toch? Nou ja, want dat gaat dus, natuurlijk, als je dus bij wijze van spreken die orde bijtreedt, ja, die tempeliers, dan moet je sowieso alle wereldelijke bezittingen moet je opgeven. Dat is gelijk hetzelfde systeem dat je hebt als je vandaag de dag de Scientologist bijtreedt. Ja. Als je de Scientology-kerk bijtreedt, dan moet je ook alles wat dat je hebt overmaken aan de kerk. Ja? Tja. Ongelooflijk. Maar dus, hier zeggen ze van dat je naast die dingen, die required zijn, die gefordert zijn, van alle initiaten die orde komen geven, alles dat wat ze sowieso moeten afgeven, daarboven hebben ze nog zoveel meer gegeven. En dat is dus, en dat was vrijwillig. Dat is vrijwillig, ja? Ja, absoluut. Oké, dan lees ik weer voor. Toen Honorius, dat was een paus, stierf in 1130, was er dus een kardinaal, die heette Aimeric, en die was de leider van een minderheid van kardinalen in een andere convenant, ik denk een klooster is, en dat resulteerde in de verkiezing van Innocentius II. Nou, die connivans waar het hier over gaat, dat is volgens mij die conclave die wij vandaag hebben, weet je? Als je die conclave van kardinalen hebt, die bepalen welke paus gekozen wordt. Ja. Dus dat is hier een ander woord, dat noemde vroeger die Connivans, die uiteindelijk uitdraaide in de verkiezing van Innocent II. Ja, precies. En die werd tot paus verklaard in de kerk van Aimeric, van die kardinaal, van Santa Maria Nuova. In 1139 heeft die paus, Innocentius II dus, een bul uitgevaardigd, waarbij de tempeliers onder de exclusieve eed van pauselijke gehoorzaamheid zullen vallen. Mm-hmm. Een maatregel waarmee die paus Aimeric, dus dat is dus Innocentius II, het lukte om alle eigendommen, spullen van de tempeliers, het zijn disposal, dat hij ze kreeg eigenlijk, dat hij toegang kreeg tot al die eigendommen. Met andere woorden, dat alles wat in bezitting van de tempeliers was, overging in bezit van de Vaticaan. Ja, exact. En nog geen 10 jaar later... Met andere woorden, een oudere versie van de Rothschilds, die ja volgens de Joodse encyclopedie, dat zullen we ja later nog leren als we kapitel 17 gaan lezen, The Timely Grand Tour, die Rothschilds zijn ja, als je de Joodse encyclopedie op het internet bekijkt,
De bewakers van de Vaticaanschat. Ja, dus de schatbeheerders of schatbewakers. De schatbeheerders, ja, of de beheerders van de schat van, ja. Van de Vaticaan. Ja, heel goed gezegd. Hier doet de paus dus met de tempeliers precies hetzelfde. De Jezuïten van vandaag zijn de heropgestane tempeliers en hebben weer dezelfde functie, maar outsourcen dat, om een keer een mooi nieuw woord te gebruiken, naar de Joden. Dat iedereen met de vinger wijst naar de Joden. Oh, kijk, die slechte Joden die al dat geld hebben. Die Joden die al dat bankensysteem beheren. Daarbij zijn die in feite alleen maar die frontmannen voor de Jezuïten. Ja. Die de revived, de heropgeleefde tempeliers zijn. En hier met Paus Innocent II zie je dat er niks nieuws onder de zon is, Perry. Is allemaal al geweest, Perry. Er is niks nieuws onder de zon. Dat is het allerergste ontdekking die ik deed. Ja, maar kijk, zie je nu wat er bestaat als je geschiedenis niet meer kent? Als je geschiedenis niet meer kent, dan zijn die dingen allemaal nieuw voor jou. Maar als je dit hier leest, dan lees je in zo'n klein onschuldig zinnetje op pagina 36 van dat boek, dat al dat wat die Jezuïten vandaag belichamen en doen, al geweest is. Ja. Is niks nieuws. Waarom is er niks nieuws? Omdat Rome zich nooit verandert. Dat klopt. En die heeft dat tot nu toe dan, hè? Natuurlijk. In de Bijbel staat toch in iets. Er staat wel in de Bijbel staat een verhaal over een verandering. Er komt wel degelijk een verandering. Alleen die is nu nog niet geweest. Nou, nog geen 10 jaar later kregen de tempeliers het recht, het exclusieve recht van paus Eugenius III om het Rose-Croix te dragen, het Rozenkruis, op hun witte tenues. Terwijl de lijst van hun eigendommen langer en langer werd met donaties vanuit Italië, Oostenrijk, Duitsland, Hongarije en het Heilige Land, dat is dus Israël, waar we nu Israël noemen, neem ik aan, hebben de tempeliers honderden kastelen gebouwd. Machtige stenen kastelen. Ja. Die je vandaag de dag over ganz Europa nog overal kunt bezichtigen. Ja. En rijke reizigers logeerden in deze kastelen, want de veiligheid die daar geboden werd, was ongelooflijk goed. Je was er ontzettend veilig. Ja, ongeëvenaard. Ongeëvenaard, goed zo. Ja. Dank u. Ja. Helemaal overtuigd dat ze waren, dat ze een nieuwe wereld aan het bouwen waren, noemden de tempeliers elkander frère maçon. Dat is broeder metselaar. Later is deze term geangliseerd tot de term freemason. Dus freemason en frère maçon, dat lijkt op elkaar. En wij hebben dan vrijmetselaar ervan gemaakt. Het begin van die zin vind ik veel interessanter. Ja, vertel. Ervan overtuigd dat zij een nieuwe wereld gingen bouwen. Ah, ik dacht dat de nieuwe wereldorde, zoals we ze vandaag de dag bij wijze van spreken kennen, toch een conspiracy theory was. Dat was er pas in 1990. Als je New World Order in Wikipedia nakijkt, dan zegt dat artikel duidelijk dat dat een conspiracy theory is. Echt waar? Oh, wat aardig. Dat wist ik niet. Ja, dat moet je eens een keer gaan doen. Moet je een keer in Wikipedia New World Order gaan zoeken en dan vind je dat. En hier spreken we dus over de 12e eeuw, waar dat de tempeliers al ervan overtuigd waren een nieuwe wereld te bouwen. Ja, natuurlijk, de tempeliers hebben toen de opdracht gekregen om de ganze wereld voor de paus te veroveren. Exact hetzelfde wat later met de Jezuïten gebeurde. Maar ja, we willen nu niet een keer voorgrijpen ook niet. Nee, maar dat is heel belangrijk om dit document te plaatsen in de politieke context. En hier, nog veel belangrijker op het einde van deze zin,
Ik weet niet of dat je dat al begrepen hebt, alhoewel dat je het juist gelezen hebt. En ik weet zeker niet of dat onze toeschouwers dat begrepen Ja, hebben. daarom gaan we herhalen. Die Tempeliers noemden elkaar vrijmetselaar. Dus, we hebben juist geleerd dat de Tempeliers een orde is die van de paus in hun werking gesteld werd, die een speciale, specifieke en exclusieve eed van pauselijke gehoorzaam gezworen heeft, deze hele orde. En dezezelfde orde noemt elkaar Frère Masson. Dus, als ik u zeg dat aan de top van de wereldlijke vrijmetselarij de zwarte paus staat, mag u dat niet verwonderen als je Rulers of Evil gelezen en verstaan hebt. Ja, dit erg goed. Dit is gewoon het. Want dat heel veel mensen denken dus ook, dat weet je ook wel, dat de vrijmetselaars in kelders met Joden of zo, maar ze staan, die vrijmetselaars staan onder controle van de paus. Ja, dus en ze gewoon, staan voornamelijk onder controle van de zwarte paus. Ja. Ja? Die bestond er toen niet, maar toen had je natuurlijk die Godefroy, dacht ik noemt hij, die toen de meester van de Tempeliers was. En dat was toen de zwarte paus in de tijd van de Tempeliers. En die Tempeliers werden dan ja in 1307 verboden, omdat de paus te machtig ging finden, dat ze te machtig gingen zijn. Ja. Precies gelijk een paar hundert jaar geleden de andere paus die Jesuiten verboden heeft, omdat ze te machtig gingen zijn. Ja. Ja, 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 ja. Wat daaruit geworden is en zo, dat zullen we ja achteraf nog gelezen. En die mensen kunnen ja ook zelf eens een keer een beetje nakijken. Maar wat ik persoonlijk het belangrijkste uit deze zin vind, wat men hieruit zou moeten onthouden, is dat de vrijmetselarij en pauselijke ridderordes met elkaar verwoven zijn. Ja. Er was zogezegd altijd een verbod voor katholieken om lid in de vrijmetselaarloges te zijn. Dit verbod is opgeheven in de jaren 90 van verleden eeuw. Mm-hmm. Maar uiteindelijk is dat toch alleen maar oogwisserij. Waarom hebben ze dat gedaan? Wel, omwille van dat de vrijmetselarij als we ze vandaag kennen, is niks anders als de protestantse arm van de Jezuïten. Ja. En de Jezuïten zijn niks anders als Counter-Reformatie. Die zijn daarvoor hier om protestanten uit te roeien, bijbelgelovige christen uit te roeien. Mm-hmm. Wel, dezelfde opdracht hadden de tempeliers. Dezelfde opdracht hadden die kruistochten in den tijd. Mm-hmm. Want op weg naar Jeruzalem hebben ze alles weggemetseld wat zich hun in de weg stond. Van Albigensers, Waldensiers en andere bijbelgelovige volkeren. Die zijn allemaal vermoord geweest voor zover dat ze konden. Dus die tempeliers zijn niks anders als wat de jezuïten vandaag zijn. Of de jezuïten vandaag zijn niks anders wat de tempeliers toen waren. Ook van opdracht, ook van werkwijze. En hier staat er dus duidelijk in dat zij elkaar frère maçon, broer metselaar noemden. Wat dus duidelijk een verwijzing is dat pauselijk gecontroleerde ridderordes eveneens de baas zijn aan de vrijmetselarij. Waarbij dat vele mensen denken, als ze de vrijmetselarij binnenstappen, dat we juist niet met de Romeins-Katholieke Kerk samenwerken. Mm-hmm. Dat is een alternatief. Mm-hmm. En dat is gelijk de paus in de politiek, de poppen van de rechtse kant en de poppen van de linkse kant onder zijn controle heeft. En hij heeft de pauselijke ridderorders onder controle en hij heeft de vrijmetselaars onder controle. Het is allemaal onder één controle. Onder de controle van vicarius filii Dei, van de vertegenwoordiger van zogezegd Jezus Christus hier op aarde. Die niks anders is als de vertegenwoordiger van Satan. Ja, als er iemand niet lijkt op dat verhaal, op die persoon van het verhaal uit het Nieuwe Testament,
is dat wel die man in die jurk met die vissenhoed op zijn hoofd. Op zijn gouden stoel, ja. Eigenlijk snap ik ook, dat was een van de eerste dingen die ik dus leerde toen ik het Nieuwe Testament las. Dat de katholieke kerk, dat natuurlijk moet je vergevingsgezind zijn aan die mensen. Je mag ze niet veroordelen, maar ze zijn misleid. Dat werd mij er gewoon, was op mijn 12e, ik wist niet waarom. Maar ik nam dat gewoon aan, dat het wel waar zou zijn. En Christus Jezus, zoals het verhaal dan luidt, zoals hij dus gelopen heeft, ja, dat spreekt mij aan. Maar iemand met een stelletje kardinalen onder zich, wat heb ik ermee te maken? Nu komt een hele leuke zin. De tempeliers hebben het moderne banksysteem uitgevonden door een oriëntaalse, dus oosterse uitvinding toe te passen. Agenten van de Chinese keizer Cao Zong, en hij was de uitvinder van het papieren geld, en dat heette toen Fei Qian, Flying Money. En zij zochten handel met het Midden-Oosten tijdens de periode van de overheersing door de tempeliers. Dus zo kwamen ze met elkaar in contact. En Cao Zong, zijn overheid, was de eerste overheid op deze aarde om te dwingen dat het uitgeven van, ik denk, schuldverklaringen. En dan mag je me even helpen. Als legale valuta. Valuta voor schulden, daar ging het om. Een brief. Dat is dus hetzelfde alsof dat je een nota van de Federal Reserve vandaag in handen houdt. Ja. Waar dat daarop staat, dat dat alleen maar legal tender is for all debts, public or private. Ja. Zo staat het op de dollarnota daarop. Ja? Dus dat is een legale toonder voor alle schulden. Ja. Schuldgeld. Precies. Dus je krijgt van iemand een geit. En een schuldnota. Precies. Wij zijn in feite, als wij bij wijze van spreken zaken doen in deze wereld, zijn we het gebod van God aan het breken, je zult niet stelen. Uh-huh. Want wij betalen de mensen met schuldnota's, niet met geld. En ja, tot op zekere hoogte, we hoeven niet te ver af te dwalen, maar als ik het even mag aanraken, maar een mens die geboren wordt, die kan niet voor zichzelf zorgen. Nee. Ja, misschien heeft hij een papa en een mama, maar dat hoeft ook niet altijd. Maar zo'n mens kost dus gewoon geld. Die zal verzorgd moeten worden. Dus een mens heeft een fase waarin hij dus schulden maakt. En dan hoop je maar dat hij die schulden goed gebruikt. Hè? Dat hij alle dingen die hij gekregen heeft goed gebruikt. En als die mens dan 14 is of 18 is, dan gaat hij zelf wat doen. En dan draait het verhaal om. Om dat te begrijpen, om dat goed te begrijpen wat jij daar juist aanspreekt, want dat is de doos van Pandora als je die opent, dan zou je eens een keer in het Nieuwe Testament het boek van de Efezers kapitel 4 gaan lezen. Ik ga het nu opschrijven. Ja, ik ga daar nu niet op. Nee, dat hoeft hem niet, ik schrijf het op. Efezer kapitel 4. Ja. Ik ga daar nu niet op in. Nee, dat hoeft een andere keer, maar we. En ik heb daar al 2 uitzendingen over gedaan die op mijn kanaal staan. Mm-hmm. Met mijn gast in Hour of the Truth, met mijn gast Robert Newman. Mm-hmm. En ik heb nog 2 uitzendingen met hem gedaan die op mijn computer staan, die ik nog niet gepubliceerd heb op mijn kanaal. Mm-hmm. Die allemaal juist daarover gaan draaien. Over de wet en over de legale wil. Onze wilsuitdrukking die wij in feite hebben. Waar iedereen denkt van een wil is alleen maar een testament, bij wijze van spreken voor als gesterfd. Mm-hmm. Wat is met wil die we hebben tijdens de levenden? En als je dan eens een keer in Efezer gaat, dat begint daarmee. Dat het zegt, ik weet het nu niet stuk voor stuk, maar daar komt zoiets in voorgelijk van, Jezus heeft voor alles betaald. En wij zijn gelijk erven met hem. Al die dingen die staan daarin. Hè? Paulus was, ik zal niet zeggen een advocaat, maar die kende de wetten, man. Mm-hmm. En dat heeft hem dan ook geleerd. Maar wij zijn gewoon te dom om het te verstaan. Ik geef dat ganz eerlijk toe, ik begrijp daar niet veel van. Mm-hmm. Alhoewel dat ik echt probeer.
Zo mensen als Robert Newman, die verstaan er al een beetje beter van, maar het probleem van hem is dat hij dat niet zo goed kan overbrengen om het anderen aan te leren. Dus, okay. Nou ja. Maar het is in elk geval een vreselijk gecompliceerd, eigenlijk heel simpel, maar een vreselijk gecompliceerd verhaal, dat dingen met dat wet. En met erfenis en equity en weet ik veel, al die begrippen. Dus als je dat niet keer wil, of als de toeschouwers dat niet keer willen, dan moeten ze eens niet gaan kijken in mijn afspeellijst Hour of the Truth. En daar heb ik twee video's in die noemen The English Common Law, Equity, Germany and Excellence of History. Die heb ik gehoord. Ja, daar heb ik wel naar geluisterd. Ja. Ja, ik zeg ook niet dat je dat niet gedaan hebt. Maar dat zijn dus twee video's. De ene is hier 566 keer en de andere 600 keren bekeken. Dus kleine 600 keren bekeken, die twee video's. Mm. En ik heb nog twee video's die daarop aansluiten, die ik momenteel op mijn computer heb. Dus die heb ik nog niet gepubliceerd. Hè? Mm. Omdat gewoon te weinig tijd heb. Ik ben momenteel bezig een paar lezingen van dat boek van Alle Wegen leiden naar Rome. Ik heb nu kapitel 4 en 5 in Engels en Duits gepubliceerd. Vandaag de vijfde deel van de Duitse ecumenische gevaren. Ja. Of ecumenische gevaren in het Nederlands. Die Duitse deel heb ik vandaag gepubliceerd. En ik ga de volgende dagen terug het volgende kapitel in Duits en dan Engels publiceren. Want ik moet met het boek een beetje vooruit gaan. Ja. En... Maar dus als je iets over dat wet, die wettelijke situatie die ik hier wil kan leren, dan kan ik alleen maar aanraden The English Common Law, Equity, Germany and Excellence of History, die twee delen een keer te gaan bekijken. Dus aan jou en natuurlijk aan de luisteraars. Ja, ja, want het financiële gedoe, het moet wel een keer opgelost worden. Want op deze manier worden we echt helemaal leeggezogen. Misschien kun je die links van die video's in de beschrijvingsbox van deze video verlinken. Dan kunnen we mensen daar actief naartoe kijken, hè. Is dat opgeschreven? Ik ga weer doorlezen, ja? Alsjeblieft. De agenten van Cao Zong, dat is dus die keizer, die hebben de Tempeliers ingeleid in dit nieuwe medium van uitwisseling dat gecreëerd werd uit handelsverklaringen. Een brief dus. De Tempeliers verbeterde zo een business die al helemaal sky high ging door 1. Het accepteren van huidig lopende rekeningen, deposites, spaarrekeningen, deposites, stortingen van juwelen, ja, zou ik ook wel willen, waardevolle dingen, zonder meer, en title deeds. Dat laatste weet ik niet. Zou je dat kunnen vertalen? Een title deed, dat is een akte van betekenis die je krijgt gelijk van de notaris als okay, je ja. Onroerend goed gekocht hebt. Oké, okay, ja. Dat is een titel. Ja. En ze verschaften leningen en advances, dus de voorschotten. En daar rekenden ze een vergoeding voor. En dat werd dus een fee genoemd, want de kerk verbood het heffen van rente. Je mocht geen rente heffen, maar dat deden ze niet. Je kreeg gewoon een lening en dan moest je een bedragje betalen. Nou, dat is ook leuk. Tja, je geeft dat kind gewoon een andere naam, maar het blijft hetzelfde kind. Ja, zoiets, ja. Dat vond ik ook zo. Nee, even heel kort tussendoor, maar met Obama toen, hè, daar had je die bail-out, die had Bush nog gedaan. En Obama had gezegd, nee, er komen geen bail-outs meer, daar stoppen we mee. Hij was nog geen 3 dagen president, vertelde hij. Ze heette nu, vanaf nu heet het... Had hij een andere term. Ja. En er zijn dan ook in Europa daarmee begonnen dat het een keer geen bail-outs meer waren, maar bail-ins. Ja. Krijg je dat weer, ja. En een bail-in betekende dan dat je je spaargeld kwijt was, volgens mij. Ja, dus de kleine man is in elk geval gekloot. Het speelt geen rol hoe je het noemt. Ja. En okay. of dat je dat nu charging fees, dus bijdrage noemt, of je noemt het interest. Ja, precies. Het kind blijft hetzelfde, hè? Absoluut, het kost je geld. Hè?
En hoe harder wij werken, des te meer zij verdienen. Ik snap niet waarom ze die werkeloosheid verzinnen, want dan schieten ze zichzelf alleen maar mee in de voet. Ze moeten ons juist zo hard mogelijk laten werken. Maar goed, dat is hun probleem, niet mijn probleem. Nee, werkeloosheid voor hun is een fantastische manier om de bevolking te controleren, hè? Want een bevolking die werkeloosheid heeft, die werklozen zijn afhankelijk van gelden van de staat. Dus die zijn afhankelijk daarvan dat een deel van die staat zich kapot gaat werken om die deel die lekker thuis zit te gaan betalen. Oh, zo zit het natuurlijk, ja. En dus zeide jij als werkmens uiteraard afhankelijk van uw staat, want uw staat voorziet dat werk voor u, dat je kunt kapot werken en belastingen tegen de sterren op te betalen en sociale bijdragen tegen de sterren op te betalen. En aan de andere kant, als je niet werkt, dan zit je lekker thuis, maar je kunt ook alleen maar thuis zitten omwille van dat je dat thuis kunt betalen van geld wat je van de staat krijgt. Ja. Dus als de staat zegt, zo en zo moet je bepaalde dingen gaan doen, dan doe je dat, want je gaat de takt niet afzagen op die je zit die je geld geeft. Hè? Nee. Je gaat die hand niet bijten die je voedt. Hè? Exact. Ja? Dus als je maar afhankelijk bent van de staat. Ja. Zie, dat is iets dat heb ik nooit begrepen, Perry. Ik ben sinds 20 jaar hier in België zelfstandig. Ik ben gewoon een iets vrijere slaaf. Zo ben ik ook. Want waarom moet ik in godsnaam sociale bijdrage betalen? Ik ben juist zelfstandig omdat ik dat niet wil. Omdat ik voor mezelf kan zorgen. Dat is de idee achter het zelfstandige zijn. Ik kan kiezen of dat ik voor een baas wil gaan werken. Die mij dan kan zeggen van je moet dan en dan daar en daar zijn en dat doen en dan teruggaan. En daarvoor geeft hij mij op het einde van de maand wat geld en dan is goed voor mij gezorgd. Of ik zeg van, ik ben die baas zelf. Maar dan moet ik toch ook voor mijn eigen sociale zekerheid kunnen gaan zorgen. Ah ja, natuurlijk. Je moet zelfs voor je eigen sociale zekerheid zorgen. Want die je van de staat krijgt, die trekt op niks als zelfstandige. Maar je moet wel aan de staat elke 3 maanden 1.000 euro betalen voor uw sociale bijdragen. Hè? Precies. Ah, snapte waar ik op neer wil? Ja, ik zal je ook een ding vertellen. Die sociale bijdrage die wij betalen, ofwel ik als zelfstandige, ofwel jij als bediende, ofwel een werkloze, van die dat ook allemaal afgetrokken wordt. Dat is in feite dat wat ze in openbaring noemen het teken van het beest. Ja. Zonder dat kun je niet kopen en verkopen. Als ik morgen tegen de Belgische staat zeg, je m'en fous, stop het allemaal waar de zon niet schijnt. Ja. Ik kan mijn sociale bijdrage niet meer betalen. Dan zeg ik die lekker van. Dan heb je geen BTW-nummer niet meer. Dan ga je geen rekeningnummer niet meer hebben. Dan ga je niet meer kunnen handelen. Dan kan je niks meer doen. Ja, dat is ook. Dus maar iedereen, Perry, is daarover aan het zeuren van. Het teken van het beest gaat komen. Het gaat een RFID-chip zijn. Het gaat zondags aanbidding zijn. En dit en dat en dat en zus en zo. Het is al lang daar. Ja, exact. En de mensen hebben het niet door. De laatste keer dat ik naar de huisarts ben geweest, dat was omdat ik het sterke vermoeden had dat mijn dochter depressief, in ieder geval depressief gedrag vertoonde. En ik kon daar niet goed mee om. Ik vond dat ik het beter zou moeten kunnen, hè? Dat was de laatste keer dat ik naar hem toe ging. En daar heb ik nog €70 betaald. Terwijl ik ook nog een keer verplicht verzekerd ben. Maar daar zit niet in dat je naar de huisarts gaat om voor een consult van ik denk dat mijn dochter depressief is. Dat die man vraagt waarom denk je dat. En hij zei tegen mij, nou die is inderdaad volgens mij depressief. Ik heb dus voor dat consult betaald. En die vaste verzekering, ik weet niet wat het me kost, maar ik ben niet verplicht, moet ik iedere maand bijdragen. Voor wat? Ik ga helemaal nooit naar de dokter. Ik lust helemaal geen pillen. En de pillen die ik wel lekker vind, die koop ik zelf wel. Een paracetamolletje of zo. Oh, nee. Ja, want je mag toch wel een pilletje eten, maar die koop ik gewoon in de supermarkt. Ja. En als ik dan een keer een ongeluk krijg of wat dan ook, ja. En dan moet het wel mijn eigen schuld zijn, hè? Maar ja, zie je Perry, hoe meer dat wij deze dingen gaan in ene keer in de juiste context zetten,
hoe meer dat wij gaan begrijpen dat wij al lang in de zogenoemde nieuwe wereldorde al lang zitten. Ja, 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 ja. En hoe gecompliceerd dat allemaal is bij wijze van. En iedereen die dat afstrijdt, dat is gewoon iemand die geen idee heeft van geschiedenis. En dat is de reden waarom dat wij deze lezing hier doen, mijn lieve luisteraars en toeschouwers. Ja. Het is niet van dat wij erop gaan drukken van, oh Perry en ik, we zijn zo slim en jullie zijn allemaal idioten. Nee, ik ben zelf de grootste idioot. Ik weet ook niks. Ik ben 45 jaar ignorant door mijn leven gelopen, heb niks van God willen weten en heb al die dingen niks gaan aangetrokken. Maar ik heb me altijd gevraagd dat er ergens toch iets niet klopt. En nu, als ik deze dingen hier zie en lees, dan maakt het ineens allemaal zin. En ik begrijp het. Mm-hmm. En ik begrijp waar het vandaan komt. En ik begrijp dat antichristsysteem in dat wij leven. Yep. En omwille van dat ik het antichristsysteem begrijp, kan ik voor Christus kiezen. Ja. Wat niet helemaal correct uitgedrukt is. Want het is eigenlijk want andersom. Ik maar. Kies niet God, God kiest mij. Yep. Ik kies niet God, God kiest de zijnen. Mm-hmm. En die Vader naar Jezus stuurt, die gaat hij ontvangen. Yep. Jezus heeft het zelf gezegd. Dus het is niet de mens die kiest voor God. Waarom niet? Dat staat in de Bijbel geschreven. Daarvoor is de mens veel te van zichzelf ingenomen. Mm-hmm. Zal hij het nooit niet gaan doen. Mm-hmm. Maar God kiest de zijne. Dat is ook precies, en nu ga ik doorlezen, maar met die spirituele oefeningen van Ignatius de Loyola, die komt zo dadelijk aan bod. Maar dat is dus dat je het zelf loopt af te dwingen. Dat is precies verkeerd. Ik ga weer verder voorlezen, ja? En de derde was dus dat ze optraden als agenten voor de veilige transmissie, maar de veilige transport van dat soort dingen, dus die, al die documenten, door, en dat is nummertje 4, het toevoegen gepubliceerde brieven van credit, flying money, dus dat is dat Chinese begrip, Fai Chen. Dat zou moeten dienen als papieren valuta. Om de wens van om de behoefte van de tempeliers voor geld te voorzien, precies, dat mag verklaren waarom papier in Frankrijk als eerste werd gefabriceerd in de arme ridders, dat zijn dus de tempeliers, hun geboorteplaats, hun thuisstad, Troje. Ze komen over die Troje. Juist, ja. Over die witte juist die pagina daarvoor had, ja. Die champagnekurk, ja, of ja, champagnekurk. Phallus gevormde, ja. Stad. Yep. Oh, the poor knights, zoals the het gezegd. Arme tempeliers. Dat is gelijk de arme Romeins-Katholieke kerk. Die heeft geen geld. Oh, geef haar nog eens een keer 5 euro. Het is de rijkste institutie op deze aarde, mensen. Ja. Maar het is gelijk dat het in de Bijbel geschreven staat, hè, Perry? Mm. Satan doet zich voor als een engel van het licht. Ja. En het is daarom ook niet verwonderlijk dat zijn medewerkers zich verwandelen in de ministers van righteousness, zoals het in het Engels noemt. Ik weet niet hoe dat in Vlaams noemt. Mm. Noemt. Als mensen van de gerechtvaardigheid. Ja. Dus dat is toch exact hetzelfde. Ongelooflijk. Satan kleedt zich als een engel van het licht. Ja. De kerk zegt dat ze geen geld heeft. Die ridder zeggen van dat ze geen geld hebben. In waarheid zwemmen ze in het geld. Ja, ja. Ja, goed. Ze lachen ons ook uit, hoor. En voor zover we ons laten uitlachen door deze mensen, is het ook een klein beetje onze eigen schuld. Maar goed, we leren. Ja. En jij ook al een tijdje bezig en ik ook, ja. En tegen 1300, het jaar 1300, zagen ze toe op de wereldeconomie vanuit hun Parijse kantoor. De tempeliers zijn toen een internationale macht geworden. Zij hielden zichzelf. Zich, ja, international power, unto zijn op zichzelf, internationale power, kracht geworden. Ja. Precies. Ze hielden zich bezig met diplomatiek op het hoogste niveau van de staten vanaf het Heilige Land naar het Westen toe. En
Zij bepaalden wat ze wilden, hun doelen, hun moraal. De regels van de geciviliseerde wereld. De koningen deden wat zij zeiden. En toen Henry de VIII van Engeland... Henry de III van Engeland. Dat komt pas veel later, ja. Henry de III van Engeland gedreigd werd om zijn... Hij dreigde om bepaalde, om bepaalde eigendommen van de orde te confisceren, dus de beslag erop te leggen, werd hij aangesproken van de Master Tempelier in de City of London. City of London, heel schoon, als we eventjes een keer terug naar vandaag gaan. We kennen ja deze drie steden die zogezegd de wereld regeren. Je hebt de Vaticaan als spirituele leidende stad. Je hebt de City of London, en dat is de, ook genoemd Square Mile. Ja, dat is zo één kwadraatmijl in het hartje van wat wij als stad van Londen kennen. Dat is de Crown. Dat is deze City van Londen hier als het financiële centrum der aarde. En Washington DC, dat het militaire centrum der aarde is in de Verenigde Staten van Amerika. En al deze drie steden zijn compleet los van de landen in die zij liggen. Die City of London, die de Crown beheerst, heeft niks te doen met Engeland of de Commonwealth. En als de koningin daar komt, moet ze aankloppen en toegang vragen aan de Mayor of London van die City of London daar. En datzelfde heb je in Washington DC en uiteraard de Vaticaan, die ook compleet op zichzelf staat. Absoluut. Ik ga dat eventjes een keer overnemen hier. Ja, goed. Die vertaling, gelijk ik dat tot nu toe gedaan, met deze uitleg daarbij. Die Master Tempelier in de City of London zegt, wat zegt jij, koning? Alslang als jij uitvoert, als jij gerechtigheid uitvoert, zulde jij regeren. Maar als je daarop iets afdoet, dan zulde jij stoppen met existeren. Ja. Als king, als koning. Yes. Met andere woorden, als lang als jij doet wat wij zeggen, zulde jij koning zijn. Maar als je daarop terugkomt, zulde jij stoppen koning te zijn. Ja. Hier neemt zich dus de Master Tempelier het recht uit om te zeggen van, ben in feite de koningmaker. Ja. En dat is exact hetzelfde waarom dat de Jezuïten in hun eid die woorden INRI hebben. Iustrus regum nectar illustrus. Dat wil zeggen, het is juist om heretische koningen uit hun ambt te zetten. Ook om ze te vermoorden. Yep. Daar staan de letters INRI voor. Die je merkwaardigerwijze in Romeins-Katholieke kerken boven het kruis van Jezus vindt. Ja. Even voor de Nederlandse luisteraars, heel kort tussendoor. Maar ons koningshuis, koning Willem-Alexander, zijn vrouw Maxima, met hun drie kinderen, die zijn op audiëntie gevraagd. En hebben ze een geheim gesprek gehad in het Vaticaan. Dat was nog geen jaar geleden. En onze minister-president is er ook langs geweest, Mark Rutte. Die werd er ook ontboden. Jij mag, wil je nog een stukje vertalen? Of zal ik hem overpakken? Oh nee, pak maar terug over. Ik wilde gewoon eventjes dat ding ik kan zeggen met deze mooie zin. Wat zei ze daar ook, prachtig, king? Ja. Wat zegt jij ook, koning? Als lang als jij doet wat wij zeggen. Dus als lang als jij... als jij gerechtigheid laat regeren, bij wijze van spreken, zulde jij dat doen. Maar als je daarop terugkomt, dan zulde jij stoppen om koning te zijn. Op dat ogenblik hoort je macht op, bij wijze van spreken. Dat probleem is, hij zegt hier, as long as thou dost exercise justice, thou wilt reign.
Maar welke justice, welke gerechtigheid? Nou, dat je afblijft van de spullen niet die de paus gestolen heeft. Niet die gerechtigheid van de Bijbel, Perry. Nee, dat ook niet. Maar de gerechtigheid volgens de paus en zijn ridderordes. Volgens Satan dus. Absoluut. Satans gerechtigheid. Oké. Okay. En dus die letters die staan voor Inri Iustros Regis. Inri, wacht eens. Iustros Neca Regis Impius. Dat is de correcte Latijnse betekenis daarvan. Dat staat in de Eed van de Jezuïten, die ik binnenkort in Duits ook ga lezen, opnemen, video van maken op mijn kanaal. Eindelijk uitbrengen, daar loop ik al meer dan een jaar mee zwanger. Oké. Ik ben benieuwd. Goed, ik ga weer verder. Maar plotseling, op een hoogtepunt, kregen die arme ridders een enorme tegenslag. In 1302 heeft koning Philips de VI van Frankrijk het gedurfd... De vierde van Frankrijk het aangedurfd om hun te betwisten in hun soevereiniteit op zijn grondgebied. Hij nam aan dat in Frankrijk iedereen, inclusief de Tempeliers, ondergeschikt was aan de koning. En paus Bonifacius de VIII die sprong er tussenin en verklaarde dat Frankrijk, de koning, de Tempeliers en iedereen daar, en ook iedereen overal, behoorde toe aan de Pontifex Maximus, de grote bruggenbouwer. Nu komt de meest interessante zin in dat hele kapitel, die rechtstreeks komt uit de pauselijke bull van Bonifaz de VIII, Unam Sanctam, die we vandaag de dag nog kunnen lezen, van 1302. En die voortbouwt op een bulle die hem het jaar daarvoor in 1301 al uitgegeven heeft. Waar mij eventjes ontbreekt wat dat was, maar dat heeft daarmee te doen. Maar dus in 1302 zegt Antichrist Bonifaz de VIII, het is absoluut noodzakelijk voor de redding van elke menselijke creatuur om subject te zijn van de Romeinse pontiff. Om een subject te zijn, om een onderdaan te zijn, om een, onderdaan te zijn. Eigendom te zijn aan de van de Romeinse pontiff. Romeinse pontiff, ja, de kerk. Deze bulle, en wat deze bulle zegt, is vandaag de dag nog absoluut geldig. Ah ja, in 1301 heeft hem een bulle uitgebracht die gezegd heeft dat buiten de Romeins-Katholieke kerk geen redding is. Mm-hmm. Ja? En hier zegt hij dan in 1302 nog een keer duidelijker, het is absoluut noodzakelijk voor de verlossing van elke menselijke creatuur om subject te zijn van de Romeinse pontiff. Mm. Met andere woorden, mensen, als je geen subject bent van de paus, dan kan hij met u doen wat hij wil, dan zijt je namelijk geen quote-unquote human creature, dan zei hij geen mens die onder zijn hoede is. En iedereen die niet onder zijn hoede is, die mag gewoon weg. Ja, dat is net zoiets dat je een popband begint en zegt, iedereen die niet naar onze muziek luistert, heeft geen verstand voor muziek. Dat is heel erg. Dat is allemaal gebeurd. Maar dat maakt er niet uit, we lezen het lekker voor. Koning Philip heeft toen de paus beschuldigd van illegitimiteit, onwettigheid, seksueel misbruik en ketterij. Maar die paus Bonifacius, de achtste was dat dan denk ik, ging toen een bul voorbereiden om die koning Philip te excommuniceren. En dat betekent buiten de kerk te zetten, dat betekent dat je dood bent. Een kerkelijke pan. Een ban, ja. En met andere woorden, hij maakt hem vogelvrij en zegt tegen dat hele Franse volk, deze koning hoeft je niet meer na te luisteren, die heeft u niks meer te zeggen en die mocht je waar je hem tegenkomt, vermoorden. Ja, precies. Maar voordat die bul, want een bul moet je dat denk ik in het Nederlands zeggen, voordat die bul gepubliceerd kan worden, zijn er een stelletje van koning Philip zijn huursoldaten het Vaticaan binnengestormd en eisten
het aftreden van de paus. Alhoewel de indringers weggejaagd werden, was de schok voor zijn lichaam en zijn ziel veel te veel voor paus Bonifatius. En hij stierf een maand later. Twee opvolgende pausen hielden stand tegen koning Philip. Ja, wacht ja, even voordat je verder gaat. Kom maar. Ik wil daar eventjes een keer op wijzen. Alhoewel dat dus de koning daar in de Vaticaan binnengevallen was en de paus gedreigd heeft dat hij moest gaan resigneren. Mm-hmm. En alhoewel dat deze mensen afgeslagen werden en dat niet zo ver kwam en die paus stierf. Mm-hmm. Die bulle die hij toen openbaar gemaakt heeft, die hij geschreven heeft. Een bulle is het hoogste schriftelijke de hoogste schriftelijke ordinatie die een paus kan schrijven. Mm-hmm. Die wordt op den ogenblik als ze publiek gemaakt wordt direct Romeins-Katholiek kanonsrecht. Ja. En blijft dat voor altijd. Dus het speelt geen rol dat die Fransen daar binnenvielen. Mm-hmm. En hem dwongen af te treden, wat hij niet deed, want ze werden afgezet. En dat hij een maand later stierf, dat verandert niks daaraan. Ja. Dat het tot vandaag de dag nog altijd Romeins-Katholiek recht is. Wat Paus Bonifatius in 1301 en 1302 in de bulle Unam Sanctam geschreven heeft. Yep. Heel mooie toevoeging. De volgende twee pausen die hielden stand tegen koning Philip, totdat Bertrand de Gods, de aartsbisschop van Bordeaux, was verkozen tot paus in 1305. Hij werd gekroond in Lyon met pauselijke naam Clementius de Vijfde. Die paus, dus de God, verplaatste het pausrijk, pausdom, naar Avignon. En er begon een lange rij van concessies aan Philip zijn koninklijke instelling. Concessions. Even kijken, is er een beetje water bij de wijn doen of zo? Een long train of concessions. Oké, maar uiteindelijk, en daar komt hij. Op vrijdag, oktober de 13e, dus 13 oktober in 1307, heeft koning Philip iedereen laten arresteren, behalve 13 man van de tempeliers in Frankrijk. Hij heeft ze allemaal voor het recht gevoerd. En als er bewijs was dat zij de Kabbala praktiseerden, dan werden ze schuldig gevonden aan godslastering en magie. En tenminste 50 van die tempeliers die zijn verbrand, op de brandstapel beland. Mm-hmm. Er zijn er 13 ontkomen. En dat is dus, dan mag jij wel even vertellen, want dit gaat over vrijdag de 13e. Dit is uiteraard de reden waarom dat ze in onze maatschappij u willen vertellen dat vrijdag de 13e een ongeluksdag is. Ja. Omdat toen in feite die mensen die toen de wereld in hun greep hadden, geregeerd hebben, afgezet werden, min of meer, door deze quote-unquote revolutie. Ja, mm-hmm. Vrijdag de 13e. Nu, wat de Tapassage hier niet schrijft, maar wat misschien interessant is om hierbij ook nog te weten, mm-hmm. en ik denk dat veel mensen dat niet weten, is dat de voorzitter van die tempeliers in den tijd, ik kom nu eventjes niet op zijn naam, ik denk Godefroy of zoiets noemen die. Ja, Godfried. Ja, die werd dus op de hoe noemde je die stakes, wat is dat, brandstapels? Ja, of wat? Ja, correct. Die werd dus op een brandstapel gezet in Parijs, niet ver van de kerk Notre-Dame, die mm-hmm. jullie zeker kennen. Mm-hmm. Deze kerk Notre-Dame was of is nog altijd een tempelierskerk, dus gebouwd door de tempeliers zelf, mm-hmm. en heeft aan een van de buitenmuren een afbeelding van de Baphomet. Mm-hmm. En als de Godefroy mm-hmm. op die brandstapel ging staan, mm-hmm. heeft hij gevraagd,
die in die richting uit te draaien, dat hij op die Baphomet op de kerk van Notre-Dame kon kijken tijdens dat hij verbrand werd. Jeetje man, dat is echt een feestje bouwen. Ja. Yes. Ik vind het, even voor de tijdsting, we kunnen nog even doorgaan. Maar zullen we het hier dan even, nu even een knip doen? Ik wist dat je een knip kunt doen, maar pas na een uur. We zijn nog maar 56 minuten, dus ik weet niet of dat je nou eventjes wil voortgaan. Oh, en dan ik zit op de klok te kijken, dus... Ja, ik zie onze teller hier, 56 minuten. Oké, dus okay, maakt mij niet uit, je doet maar wanneer je wilt, jong. Even kijken. Want we gaan het zo dadelijk, want als we het gaan hebben over de Johannieten, denk ik echt dat we dat... Daar kan je er best veel over vertellen, over het verschil tussen gnosticisme, want gnosticisme en christendom is... Dus allebei natuurlijk. Maar ik denk dat dat te veel wordt. En dat we beter nu even een korte pauze kunnen houden. Jij blijft gewoon hangen natuurlijk. Mm-hmm. Ik doe even een afronding en dan pakken we hem zo weer op. Want ik kan er wel even door. Dat is goed. Ja? Oké. Okay. Nou luisteraars, we doen even nu een knip. Omdat het volgende onderwerp, daar hebben we weer een hele leuke... Daar gaan we over de Johannes de Doper praten. Kom je heel dicht tegen die vrijmetselaars aan. Leven heel veel dingen over de geschiedenis. Maar dan kan je dus nu... nu rond ik even af en ik zeg gewoon op zijn hamburgers heel snel tjus. En dag lievers. En de volgende uitzending wordt nieuws van nummer 183. Hou ons in de gaten. Dankjewel voor het luisteren.